Je ziet soms op internet wel eens foto's voorbij komen die zwart-wit zijn... ...maar waarbij één ding dan nog in kleur is. Op zich is dat in Photoshop een vrij eenvoudig iets. We maken de foto zwart-wit en door middel van een laagmasker gaan we vertellen... ...wat er juist niet zwart-wit moet blijven. Datgene wat we in kleur willen zien. Nou, voor de voorbeeldfoto heb ik uh, niet zo'n geëikte foto... ...want meestal zijn er bloemetjes die in kleur zijn en de rest is zwart-wit. Maar dat vond ik een beetje afgezaagd. Dus ik heb gewoon een uh, foto genomen van een truckrace waar ik een paar jaar geleden ben geweest. En we gaan de voorste truc, de rood-wit-blauwe truc... Met nummer 7, die gaan we in kleur houden en de rest gaan we zwart-wit maken. Er zijn verschillende manieren om een foto om te zetten naar zwart-wit. Je kunt bijvoorbeeld de verzadiging eruit halen, maar wij gaan gebruik maken van het aanpassingsfilter zwart en wit. Je ziet dat het filter er bovenop komt en je ziet verschillende dingen. Je ziet om te beginnen een aantal kleurenbalken. Daarmee zouden we in staat zijn om bijvoorbeeld de rode tinten donkerder te maken. Of juist lichter. Ik vind dit wel mooi. En zo kunnen we dat bijvoorbeeld ook met het blauw doen. De bumper was bijvoorbeeld blauw, dat ik weet. En van de truc erachter, die was geel. Die zou ik nog wat lichter kunnen maken. Goed. Zo kun je je zwart-wit foto in ieder geval aanpassen. Je ziet bij het aanpassingsmasker. Dat er een klein wit vierkantje is. Dat witte vierkantje, dat is waar het om gaat. Alles wat wit is, daar is het filter namelijk toegepast. En wij gaan ervoor zorgen dat bij de voorste truc het filter niet wordt toegepast. Om te beginnen ga ik eens inzoomen op de vrachtwagen. Vervolgens klik ik op het laagmasker, selecteer ik een kwast. En ik stel hem iets kleiner in en iets minder hard. En wat ik nou ga doen, ik ga met zwart verven in dat masker. En daarmee ga ik vertellen van, hé, hey, dit moet je gewoon in kleur houden. Pas het masker hier niet toe. En je ziet dat we zo langzaamaan de kleur terug kunnen halen. En als ik er buiten ga, dan zie je ook dat ik de achterliggende kleur terughaal. Dat is op zich nog niet zo'n ramp. Daar ga ik je dadelijk vertellen hoe je dat vrij makkelijk kunt corrigeren. Nou, de bedoeling is dus dat je zo heel je onderwerp nagaat. In mijn geval is dat dus een truc. Maar het zou in jouw geval ook rustig een bloemetje kunnen zijn. Of uh, weet ik veel wat. Desnoods uh, de ogen van je kinderen. Of uh, wees creatief. Wat jij in kleur wil houden. Dat ga je op deze manier in het masker dus aangeven. Van hey hou dit in kleur. Nou, kleuren is niet mijn ding. Je ziet, ik ga soms best buiten de lijntjes. Maar dat geeft niet. Dat ga ik allemaal herstellen. Want als ik nou kijk naar het masker. Wanneer ik Alt ingedrukt hou en op het masker klik. Dan zie je dus wat ik daar straks getekend heb. Waar het zwart is, daar is het filter niet van toepassing en waar het wit is, daar is het filter wel van toepassing. Nou goed, ik ga het hele middenstuk ga ik zwart maken. En dat doe ik met het emmertje en gewoon door te drukken en dat kleine witte lijntje wat je dan overhoudt, dat vul ik nog even gewoon los in. En je zult zien dadelijk dat het vrij eenvoudig gedaan is. Zo, en om terug te gaan klik ik op het oogje en zie ik dat mijn truc in kleur is. Maar je ziet hier linksboven ook dat ik bijvoorbeeld te ver buiten de lijnen ben gegaan. Nou, dat is geen probleem. We hebben net met zwart gekleurd. En als ik nu weer met wit ga kleuren, dan ga ik dus weer het filter activeren. Ik wissel mijn kleuren om en ik ga gewoon netjes schilderen wat in kleur is en zwart-wit moet zijn. Dat veeg ik gewoon netjes zwart-wit. Eventueel kun je natuurlijk nog verder inzoomen. Om het zo netjes te doen. Nou, zo simpel is het eigenlijk. Wat je nu kunt doen, is: je kunt hem opslaan als uh, PSD-formaat. En dan kun je later altijd nog een keer terug. Of je kunt zeggen: Van nou, dit is goed. En ik maak er een JPEG van, zodat hij uh, naar de drukker kan om een canvas af te drukken of om op internet te zetten. En dan klik je gewoon heel simpel met rechts op de lagen en zeg je. 1 laag maken. En nu zou je hem op kunnen slaan als JPEG. Succes!